Wat ik volgens mij ook nog ben vergeten te vertellen, is dat ik de uitslag heb van de extra test. Ja, maakt een sprong op René en die test zo met haar. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Het is 28 september. Ik heb Jessie Silver net naar de opvang gebracht. En het is vandaag alweer de dag dat ik moet gaan bloed prikken. Echt, de tijd vliegt voorbij. Ik heb dus de eerste drie heb ik gehad. Toen heb ik natuurlijk een bloed geprikt en toen bleek mijn waardes wat omlaag te zijn gegaan. Dus ik heb weer de immuunprik gekregen, zodat we konden gaan kijken of dat dan beter reageert. Nou, er zijn dus alweer drie kuren voorbij en ik mag weer bloed prikken. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat het nu heeft gedaan en nu ik ook de immuunprik weer heb gehad. En dan mag ik dus morgen weer, als het goed is, de volgende drie kuren doen. Nu is het wel zo dat we erachter kwamen dat we helemaal verkeerd gerekend hebben. In die zin, ik had er dus al zes gehad. Maar ik dacht dat ik 11 november klaar zou zijn. En we hebben het nog eens even nagerekend. Maar ik ben al 3 november klaar. Als ik gewoon elke kuur mag doen. Ik ben wel even benieuwd. Want ik ben wel wat meer gevoelig geworden in de vingers. In die zin dat ik wat meer prikjes krijg af en toe. En ja, dat heb ik wel aangegeven. Dus daar gaan we het even over hebben. Want dat kan neuropathie gaan veroorzaken. Of... En ja, dat is niet iets wat je wil hebben. Want dat is blijvende schade. Daarnaast heb ik vandaag weer eens even schoenen aangedaan. En ik moet zeggen, het is gewoon wennen om schoenen aan te hebben. Ik heb blijkbaar gewoon maanden al op slippers rondgelopen de hele tijd. En nu is het gewoon wennen om weer schoenen aan te hebben. Maar dat is ook wel eventjes goed weer voor mijn voeten, denk ik. Nou, ik ga jullie weer meenemen. Nou, goed nieuws. Ik mag door naar de derde cyclus. Alles is oké. Ziet er goed uit, bloedwaardes. En ja, we gaan niks aanpassen op dit moment. Want ik heb nog niet echt pijn in mijn vingers of iets. Of dat uitval. Dus dat is oké. En we zijn nu gezellig even, mijn moeder en ik, bij de Mall of the Netherlands. Dat is dus nieuw. En dat is het grootste overdekte winkelcentrum van Europa. En voor de mensen die het nog niet wisten, wij hebben ook de grootste markt van Europa, Haagse. Namelijk de Haagse markt. En voor de Hagenezen onder ons, Haagse markt. Nou, we zijn weer thuis en mijn moeder en ik zijn helemaal kapot. En we hebben nog niet eens alles gezien van die mol, dus we gaan zeker terug. Maar er staan al allemaal tassen, die ga ik zo laten zien. Maar, ook heel leuk, onze eigen kleding is binnen. Merchandise! Merchandise! Mm. En het is dadelijk natuurlijk ook nog eens borstkankermaand. Dus ja, toen willen we het zeker binnen hebben en we zijn zo ook erg benieuwd. Ons logoetje staat erop. Wel jammer dat hij niet in kleur is. Kleinigheidje. Kleinigheidje. Oh, die is voor Sergio. Kale koppen niet stoppen.
Hé, hey, maar dat, die kan je eigenlijk wel maar voor bepaalde tijd nog aan, hè? Want dadelijk groeit je haar. Hebben we dan weer niet over nagedacht. Geen kale kop meer. Die heb ik. Gezondheid. Gezondheid. Dank u wel. Ik ben even praten. Sorry. Dat, trek dat, hem aan. Dat ik dan zeg, oké, sorry. Maar hij zit goed. Lekker kwaliteitje. Hè? Wow. Wow. Ook zo'n hip dansje en zo'n hip rapje doen als Snoop Dogg. Oké. Nu die van mij. Gaat hij lekker? Ja, die ben ik. Wat ga je doen? Hij zit zo soep. We zijn bezig, jij moet zo weg. Laat hem aan dan. Sorry. Ik dacht dat. Wauw, kikken. Het is gewoon kunst. Het is ook wel weer zo'n ding die een beetje los moet zitten. Het is een crop top. Staat die? Ja, leuk. Hij is heel leuk. Oh ja. Ik weet niet of jullie het zien. Maar it's moi. Dus ik sta erop en ik hou mijn borst vast. En dat is dus een, ja, eigenlijk een kleine verwijzing naar. Verder vind ik hem inderdaad gewoon, is hij gewoon kunstig. Ja. Maar in het kader van borstkankermaand. Ik vind hem heel tof. Ik vind hem heel bijzonder. En deze, dat heeft er niks mee te maken, maar die wilde ik gewoon heel graag. Because it's my papa. Ja. Ja, die blijft ook kicken, hè? Blijft, ik vind deze echt helemaal tof. Ja, heel leuk. Kijk maar. Hey, Hannes van Brinkel. Goed, hè? Ja. Weet je wat leuk is? Nou. Hij kon helemaal geen gitaar spelen. Maar het stond gewoon cool. Zie je er niet aan af. Het is gewoon een model. Staat bijna gewoon, James Dean, hè? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, het is net een foto, een filmster. Ja, het grappige was, toen ik deze lied had ontworpen, toen kreeg ik er een strijk op, omdat ze dachten dat ik het gestolen had. Waarschijnlijk dachten ze dat het James Dean was. Nou ja. Gaan we die laten zien? Ja, die moeten we laten zien als we hem geven eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar misschien, ik ben benieuwd of jullie weten voor wie deze gaat zijn. Ik ga naar. Dat is een groot maatje. Ik denk de grootste die ze hadden. Ja, dat is de grootste die ze hadden. Jeetje, wat een trui. Ik ben zo benieuwd. Een t-shirt. Wanneer gaan we hem geven? Ja, we moeten hem even appen. Even appen. Leuk. Ja. Leuk. Zo, nou, en dit is dus een legging, een overhemdje, een klassiekere broek. Dit is een vest, nog een broek, een trui, nog een broek, nog zo'n heerlijke broek, t-shirts en allemaal hemdjes. En nog een legging. En voor Jessie Silver heb ik dit allemaal gescoord. Ik denk, ik ga het niet allemaal laten zien. Ik weet niet of jullie daarop zitten te wachten. Maar ik ben helemaal happy. De Peppy. Ik word er blij van. Snel maar weer terug. En dan kunnen we het andere deel gaan bekijken. Wat ik volgens mij ook nog ben vergeten te vertellen, is dat ik de uitslag heb van de extra test. Van de genetische test, of het in de familie voorkomt en of ik genetisch bepaald ben. Want die Liframeni-syndroom wilden ze nog extra testen bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En ook dat is negatief. Dus ik ben helemaal opgelucht. Ook al dacht ik van, nou, het zou wel heel gek zijn hè, als het bij LUMC het er niet uitkomt. En bij het AVL wel. Maar toch denk je, ja, maar zet het toch maar even op schrift. Dus ik ben heel blij. Thank you! Hey Jess, wat ga jij doen? Ga je buiten spelen? Ja. In de regen? Nee, dat kan weer. Oh ja, nou kom maar, dan doe ik even je laars aan. Kom maar. Kom dan. Zal ik hem even openmaken voor je dan? Pingwing. Hey, rustig. Nou, veel plezier. Nee, doei. Is helemaal gek. Hij wil je buiten spelen. Ja. Hij wisselt goed af. Een beetje achter de tablet en een beetje buiten spelen. Zo moet het zijn, toch? Nou, nu ben ik dus een verwend koffie drinken. En dat brengt met zich mee. Hey, kijk. Dat mijn tanden daar een beetje door verkleuren. Dus nu heeft René
Colgate White, Max White Ultimate, Catalyst. Nou, een hoop mooie termen om je tanden wit te maken. Ja. Witter. Nou, hij zou 15 jaar gele koffieaanslag verwijderen. Nou, dat is de moeite waard, dus die gaan we proberen de komende tijd. Dus als je over een tijdje... Modi springt even uit zijn nieuwe man. Als je over een tijdje zonnebril op moet doen om onze vlogs te bekijken, dan weet je hoe het komt. Ja? Dat is overigens geen reclame. Ik zag het gewoon in de winkel en ik denk, ik ga het uitproberen. Ja. Maar ja, ik bedoel, als het werkt, dan werkt het wel. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Nee. Ja? Vandaag chemodag nummertje 7. Ja. Ja. Nummer 7. Ja, en we hadden dus verkeerd geteld. Dat heb ik ook al verteld. Oh, dat heb je al verteld. Dus Zij had je weer verkeerd geteld in de... Daar valt nog over te debatteren waar dat het fout is gegaan. Maar we zijn dus een week eerder klaar dan gepland, dus hebben we geen conflict met het concertje waar we naartoe gaan. Dus dat is super fijn. Tenzij die ook zijn concert afzegt vanwege de coronapas. Ja, het zijn bijzondere tijden. Kijk, vooropstellen dat iedereen lekker moet doen wat hij vindt dat hij moet doen. En daarom zijn we ook helemaal geen... Je moet wel of je moet niet, of ik vind Papa, of ik vind dat. Ja. Mag ik meer? Wat wil je meer? Ik wil meer grote eten. Ja, pak die andere ook maar, die boterham. Waar ik wel een hekel aan heb, is dat je mij een mening door mijn strot duwt. En met jij, of jou bedoel ik dan ja, mensen die zeer agressief kunnen discussiëren erover. Daar heb ik helemaal geen zin in. Doe gewoon lekker wat je wil en wat je niet wil. En dat is allemaal prima. Oh, is hij op? Ik maak zo een nieuwe boterham voor je. Ja. Oké. Okay. Ja, nou we hoorden dus gisteren dat Douwe Bob gewoon in één keer zijn hele tool annuleert. Tool. Zei ik nou tool? Zijn hele tool annuleert. Zijn hele tool. Dat is vrij bijzonder. Ja. Niet omgooien, Jesse. Zijn tour. En dat vervolgens een dag later de band de samenwerking opzegt. Ja, het zijn alleen maar verliezers. Weet je? Het is gewoon... Dan mogen we eindelijk en dan, ja. Wat ik niet snap, eerlijk gezegd, is dat ik denk, oké, coronapas. Maar je kan nog steeds naar het concert. Als jij niet wilt vaccineren, prima, dan moet je je alleen maar testen. En dan laat je zien dat je schoon bent, toch? Dat is, dus iedereen kan overal naartoe. Het kan wel, ja. Ja. En gewoon de mensen die wel gevaccineerd zijn, nou, die hebben het makkelijk. En die hoeven alleen maar even hun... hun pas te laten zien. En degene die het niet hebben willen vaccineren. Degene die niet hebben willen vaccineren. Ik dacht dat is eigenlijk vak. Die moeten zich gewoon eventjes testen voordat ja. Ze ergens naartoe willen. Prima toch? Ik bedoel, uiteindelijk ja. Gaat het niet alleen om jezelf, maar het gaat ook om de anderen die je in gevaar kan brengen. Ja. Ja. Maar ja, daarin gaan we al dieper in. Discussie of zo dan dat ik wil, want er zijn gewoon mensen die gewoon vanuit het diepste van hun ziel, zeg maar, principieel op alles tegen zijn wat te maken heeft met testen en iets moeten laten zien om ergens binnen te komen. En ja, kijk, ja, wij begrijpen het niet, maar ja, het is Maar ja, je beperkt jezelf alleen maar dus. Ja. Maar goed, om daar iets leuks aan achteraan te plakken, want daarom... De reden waarom ik dit eigenlijk vertelde was omdat een vriendje van mij is... ja, wat is hij eigenlijk allemaal? Producer, documaker, heeft ook gezongen. Ja, Poepje gaan we zo opruimen, hij heeft ook gezongen. Ik heb hem leren kennen bij Talentenjacht. Die appte mij gisteren of dat wij het leuk vinden. Wat is er allemaal, joh? Poepje, ja, we gaan hem zo opruimen, schat. Ja, daar laat me nou even mijn vraag vertellen. Die heeft ons gevraagd of dat wij het leuk vinden om in een nieuwe videoclip van Tim Douwsma te spelen. En dat vinden wij heel erg leuk. Dus we gaan naar Friesland om mee te spelen in zijn nieuwe clip. En It's Your Boy Jay, die is er ook bij. En Tim Douwsma natuurlijk. En Tommy Parker, dat is de producer en tevens mijn vriend. En verder heel veel mensen, jong en oud. En ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. En om mee te spelen in een videoclip van Tim Douwsma. Mag ik eens kijken? Wil je ook een eitje? Ja. Oh.
Oh, je komt weer even helpen. Oké. Pas op, hè. De pan is heet. Je hebt je al verbrand vorige week. Boah. Oh. Dat doen wij als kop doen we zo. Hij moet zo lekker uit, hè? Kijk met je handen zo. Het is heel lekker, hè? Ja. Wat een lekkertje. Heerlijk. Mag ik ook? Wat ik ook nog niet verteld heb, René, is gisteren bezig geweest in Jesse's slaapkamer. Heel veel leuke nieuwe kleding gekocht natuurlijk, dus ze was alles aan het opruimen toen ik naar de logopedist was. En we hebben onder het bedje hebben we zo'n lade waar je een hoop in kwijt kunt. Dat is nu de kledingkast, omdat we niks anders hebben. En René die zit op de hurken. En Jessie vindt het nogal leuk om te spelen en soms weet ze te stoeien. Dus die maakt een sprong op René en die tetst zo met haar muts op de hoek van die la. Ouch! Ik bedoel, ik heb geen muts, maar ik kan me ook helemaal voorstellen wat voor gevloek daaruit moet zijn gekomen. En toen dacht ze van, nou, dat deed wel heel zeer. Nou, even, hè? Toen dacht ze van, misschien moet ik toch even gaan kijken. En nou zit er dus gewoon... Ik heb gewoon letterlijk een gespleten kut. Daar komt het op neer. Ik wilde het iets genuanceerder vertellen, maar een gespleten... Een gespleten... Nee, ze heeft dus gewoon een gat naast haar gat. Ze moet zo meteen eventjes naar de dokter. Krijg het voor elkaar, hè? En ik dacht alleen maar, auw. En ik vanochtend dacht ik, zo, dat is wel beurs. En gisteren was het wel een bloede. Maar dan zit je dus met je iPhone, zo op selfie stand. Hoe ziet het eruit allemaal? Foto maken. Toen dacht ik, dat is wel een stuk vlees dat zeg maar gewoon, nou, voor de mensen die visueel zijn ingesteld, eet smakelijk. Ik heb er gelijk buikpijn van. Het is wel lang geleden dat je daar beneden gebloed hebt. Moeten nog nieuwe eieren? Zo, hallo, doe maar niet. Moeten nieuwe eieren halen, hè? Ik ga zo naar de Turk. Ja? Is goed. Oké. Okay. Maar het is afgelopen, heb je oma al de groetjes gedaan van mij? Ja. Oké. Okay. Ja. Heel goed. Ik heb gewoon niemand aan de lijn, hè, jongens, dat je het even weet. Ja, goed, maar is dat goed oma krijgen? Ja, mij zegt. Een pillen. Weet je zeker dat hij niet aan het pillen is? Ja. De tandjes. Hey. Dat was eventjes... Een switch naar het ziekenhuis. Anders dan ik had verwacht. We zitten erin. En er mag weer bezoek mee. Dus dat is wel super gezellig. Ja. Tak? Ja. En ik lig weer sinds de allereerste keer, toen ik ook samen met jou was, alleen op de kamer. Maar er wordt goed voor ons gezorgd. Het is net een hotel. Wilt u een kaasje, meneer? Nee, dank u. Of misschien een lekker fruit smoothie? Ja, milkshake, ja. Alsjeblieft. Koffie of thee? Je hebt hem al op. Anders nog iets gewend. Nou, en ik ben bij de huisarts geweest en... Ja, ik had dus blijkbaar eigenlijk met een wond moet je binnen 6 uur komen, blijkbaar. Ja. Maar hij heeft even gekeken en hij zegt, nou, weet je, we laten het zo. Het zit precies in de plooi dat het, dat het dan dicht wordt gehouden als ik wat aan heb. En het zou maar 3 dagen dicht moeten zijn. En is dat niet zo, dan ga ik nog een keer terug. Ja. Nou, gelukkig. Ik heb er ook nog wel bij. Gelukkig dat het wat meevalt. Ja. Nou, geniet jij lekker van je kaasje. Ik drink lekker mijn bakje op. Ja. Met mijn mooie... trui. En stinkt die chemo? Fijn dat ik erbij mag zijn. Stinkt die chemo? Ja. Ruik het niet? Nee. Er zit nog geen chemo in trouwens. Nee, ik... Dit ruikt het. Die pleister. Er zit een bepaalde geur aan. Ja. Nummertje 7. Nummertje 7 al, hè? En nou nummer 4. Ik hoor typisch ook dat ze net aan mij vroeg van, nou meneer, hoe gaat het met u? Ik zoiets had van, nou, redelijk. Leuk.
op zich wel ook voor veel zwaarder had verwacht. Maar in die zin dat je veel zieker zou zijn. En, ja. Dat is gelukkig niet zo. Ja. Je doet het gewoon fantastisch. Thank you. Nee? Gelukkig maar. Kop omhoog, borst vooruit. Zit er weer op? Zit er weer in. Zit erop. Ga je mee? Oké. Oh, oké. Oh, oh. Nee. Oh. Nee. Ik heb ook vol. Zit je vol, dat is goed. Je mag ook niet. Mag niet. Op de tikkie. Leg je neer. Zo, kom hier. Ik moet een vleesje werken. Ja, weet ik niet. Dit mag ook niet, hè? Beslist niet, hè? Nee. Nee, mag niet. Nee. Nee, mag niet. Nee, mag niet. Ben je nou helemaal. Oh, jee. Wat doe je? Oké. Okay. Reversed children psychology. Wauw. Ben je zo goed? Hé, is je mond leeg? Doe niet zo eng, hè? Goed kauwen. Maar goed bijten, hè? Kijk, nou ja, als dat elke avond werkt, super. Zou het ook in de slaapkamer werken? Nee, je krijgt vanavond geen seks. Wij hebben hier een heel leuk, vernuftig apparaatje. En dat is iets wat mijn schoonmoeder al heel lang zocht. Els is mijn schoonmoeder, dat klopt. En die zocht dit. Een soort bodyblower, dat je dus geen handdoek meer hoeft te gebruiken en zo. Het idee is superleuk. Heeft hij dus... Oh. Moment. Doe hem even opnieuw. Heeft hij dus... 1. 2 standen. Ja, maar we vinden hem toch niet helemaal naar onze wens. Dus ja, hij gaat weer terug. Wie weet als er een vervolgtype komt of zo, dat we hem dan weer gaan uitproberen. Nee, dit was hem gewoon net niet, maar wel heel erg leuk. Mocht je er interesse in hebben, full body blower, even googlen. Dan kom je bij iets van La Victa uit of zo. Dus ja, idee is super. Alleen de uitvoering nog niet helemaal, zeg maar. We willen echt gewoon, als je ervoor gaat staan, eigenlijk binnen een minuutje droog zijn. Dan denk je, oké. Maar ja, als je er 10 minuten voor moet staan. Overdreven, heel overdreven. Maar ja, het ging nog niet echt snel genoeg voor ons gevoel. Dus ik ga hem even afhalen weer. En dan stop hem in de doos. En dan gaat hij terug. Zo, de 7e chemo zit erin. Ging hartstikke goed. Ik ben wel moe vandaag. Maar wat heel erg leuk is dat... er ineens een pakketje binnenkwam met een heel leuk cadeau. En het kan van alles zijn. Het kan een bedsprei zijn, het kan een kleed zijn, het kan een, hoe noem je dat, een kilt? Picknickkleed. Voor nu hebben we hem even op bed gelegd, want we hebben niet veel andere ruimte. Maar ik zat al gelijk te denken van, oh, dit is echt heel vet. Dadelijk voor ons in onze tuin, wel overdekt uiteraard, dat we daar helemaal bohemian stijl willen doen. Moet je kijken hoe gaaf en groot. Er zat helaas geen kaartje bij. Dus we weten niet 100% zeker van wie het is. Maar... ja, ik vind hem echt... ontzettend tof. Heel erg bedankt. Heel mooi, hè? Mooi, hè, die kleurtjes. Wauw. Ja, heel leuk. Nou, echt heel leuk. Wij gaan lekker afsluiten. We gaan nog even ons ritueeltje tv kijken in bed met die kleine. Hopelijk vond je dit weer een toffe vlog. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we je al heel graag bij de volgende vlog. Ciao. Ciao.
Ta-t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 a-
Doe maar zo, Jessie. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! En dan een kus. Goed zo.